Ik ben Elise Erbiet. Ik ben dit weekend wereldkampioen veldrijden geworden bij de belofte. Het was eigenlijk al een kinderdroom van mij om wereldkampioen te worden. En als je dat nu al kunt, en zeker als jongste belofte ooit, dus dat zal ik wel voor altijd meenemen. En dat is toch iets om later aan uw kinderen te vertellen. De jongste belofte wereldkampioen ooit. Dat is wel speciaal om daartussen te staan. Ik kon het niet echt goed geloven, nu nog altijd niet eigenlijk. Daarmee heb ik gewonnen. Dat is gewoon eigenlijk afgespoten, maar je ziet nog dat er een beetje vuile plekken op hangen, maar die gaan zo de kast in. Hier zit er nog herinneringen in en misschien nog een beetje zweet zelf. Dus ja, dan gaat eigenlijk in je gedachten wel direct terug naar die wedstrijd. Dat is eigenlijk wel de mooiste trui dat ik kan hebben in de cross. Ik studeer rechten aan de KU Leuven, afdeling Kortrijk, dus CULAC. Nu eerste jaar. Nu vrijdag heb ik nog mijn laatste examen. Ik heb ook niet echt tijd gehad om te studeren nu, want vandaag ben ik nog bij de koning geweest op audiëntie. Dat was ook zeer speciaal en de laatste dagen, ik heb gisteren ook nog een wedstrijd gereden. Maar hoort mij niet klagen, want ik win hem liever wel en geen goed examen dan omgekeerd. Dus dat neem ik er allemaal met plezier bij. De proffen leven eigenlijk allemaal redelijk goed mee met mij. In de lessen zelf komen er ook zeer veel voorbeelden uit veldrijden nu plots, omdat ze toch, allee, ze weten mij altijd zitten tijdens de les, dus ze steunen mij echt wel in wat ik doe nu. Het is nu vrijdag, ik rijd nu naar mijn examen toe, naar de CULAC. Eigenlijk heb ik niet veel stress nu. We moeten veel met stress omgaan in de sport, toch als je op een hoog niveau zit. En ik heb geleerd van voor de wedstrijd dat gewoon om te zetten in rust en in positieve energie. En dat probeer ik ook te doen met mijn examens. Dat zal wel loslopen, denk ik. Zie je, de belofte. Dank u. Proficiat, ja. Ik denk toch wereldkampioen worden als eerstejaars, dat het moeilijkste is. Slagen in de examens heb je twee kansen. En dat is al één niet, dus daar heb je nog twee kansen. Ik denk als ik alle twee kan doen, dat wel uitzonderlijk zal zijn. Het is redelijk goed gelukt, denk ik. Dus ik wist wel wat ik opschreef. Dus komt wel in orde.